Goed, ik sta hier met Robin Vrijs. Robin, rijder in de World Series bij Renault. Zelfs leider in de tussenstand op het moment. Begrepen dat je daarvoor een test in een Red Bull Formule 1 auto krijgt. Daar gaan we straks even over beginnen. Ik wou eigenlijk even aanvangen met je carrière. Want je bent in de karting begonnen bij GKS, vertel eens. Ja, dat klopt. Ik ben in eerste instantie heb ik een jaar gedaan indoor karting in Maasmechelen. Dat was meer deels voor de fun van mijn vader, want ik vond het leuk om te doen en ik ging er elke zaterdag naartoe. Toen zei mijn vader ene keer van als je daar indoor kampioen wordt, dan krijg je een buitenkart. Dat was een soort weddenschap. Die weddenschap heb ik gewonnen en zodoende ben ik buiten gaan rijden. Het eerste jaar heb ik alleen gereden samen met mijn vader en mijn broer die toen hielpen, maar die hadden er geen verstand van. Maar toen kwam Paul Lemmens een keer langs van ja, die was toch, vond ik interessant om met mij een team te hebben. Dus zodoende ben ik bij GKS beland en dan heb ik daar 10 jaar gereden. Ging allemaal heel goed. Eerste, tweede jaar volgens mij Belgisch kampioen geworden in de minis. Toen doorgeschroomd naar cadette ben ik Belgisch kampioen geworden. Dan door naar junior ben ik Frans kampioen geworden. En KF2 op het laatste ben ik nog derde en Europees geworden. Dus het ging allemaal niet slecht. En toen hebben we de overstap gedaan naar Formule BMW. Ja, dus je hebt eigenlijk je leerschool bij GKS gehad in eigenlijk alle relevante klasses. Toen naar de Formule BMW, dat ging ook heel goed. Ja, ik had toen bij de WSK, bij de briefing hadden we toen een enveloppe gekregen. De beste twee piloten van dat weekend zouden een test krijgen in de Formule BMW. Ja, na de hand, een week na dat weekend, belden ze mij op dat ik die test gewonnen had. Dus dat was ook allemaal heel toevallig. En zodoende ben ik bij de Formule BMW terechtgekomen. Anders had ik nog een jaar karten gedaan, dan was het heel anders afgelopen. Ja, die test bij de Formule BMW ging goed. Ik kwam terug van Valencia, de week later belden ze me weer op van je mag deelnemen aan de scholarship voor die beurs van 75.000 euro. En de scholarship heb ik allemaal gewonnen en zodoende ben ik een jaar Formule BMW gereden. En ben ik direct rookkampioen geworden met Kaufman. Oké. Toen is de volgende stap Formule Renault. Ook dat ging eigenlijk weer ja, misschien boven verwachting. Ja, als je naar de rijders kijkt, wie er allemaal aan de deelnemen waren, moest ik wel van voren mee rijden, want ik kon Carlos Sainz en Kvyat van het jaar daarvoor met de Formule BMW, waar ik toen Europees kampioen geworden was. Dus ik moest van voren mee rijden, maar ik zat in een nieuw team met Kaufman en die andere Sainz en Kvyat zat in de kampioenschap team van vorig jaar, dus ik kroeg het zeker zwaar. En de eerste twee wedstrijden was het voor mij een beetje overleven, want ik was helemaal niet snel, ik was niet daar en race pace waren we niet daar. Dus we hebben veel moeten zoeken. Maar uiteindelijk hebben we het wel gevonden en toen heb ik druk op Sainz en Kvyat kunnen zetten. En toen hebben we die fouten kunnen maken en daar hebben we van kunnen profiteren. Dus het kampioenschap was heel erg zwaar. Ik moest de auto vanaf nul opbouwen. En dat is altijd heel moeilijk voor een piloot zoals mij. Maar dat is wel gelukt en het resultaat kampioen geworden. En op die manier weer financiële ondersteuning gekregen om weer een stapje hoger te gaan. Ja, want het prijs was als je Europees kampioen zou worden in Formule Renault, zou je een half minuut krijgen voor het jaar daarna World Series te rijden. Ja, als de kampioen niet gewonnen had, had ik die half minuut niet gekregen, dan had ik ook nooit de kans gekregen om World Series te rijden, want geld heb ik niet. Maar ja, ik ben kunnen doorstromen naar World Series dit jaar en het geld heeft me heel goed geholpen wat ik gewonnen heb. En nu moet ik dit jaar kunnen presteren voor volgend jaar nog een zitje te kunnen krijgen ergens. Je staat in de leiding, de tussenstand op het moment van de World Series bij Renault. Ik zei het net al, je krijgt nu een soort test bij Red Bull Racing in de Formule 1 auto. Vertel daar eens wat over. Dat was net zoals vorig jaar. Als je eerst aan de kampioenschap in het midden van het seizoen kreeg je de Formule 1 test. Of ja, een Formule 1 test, je mag een demo geven in de Formule 1 auto. Dus mag je vrijdag mag je 25 minuten rijden, gelijk vrije training. En dan zaterdag moet je die demo geven, gelijk donuts doen, wat iedereen doet. Dus ja, dat is wel leuk. Dat is de eerste keer voor mij in de Formule 1 auto. Dat is altijd wel spannend, dus ik weet niet echt wat ik moet verwachten. Maar dus gewoon kijken wat ik ga verwachten misschien eind van het seizoen om de rookie test deze mee te doen. Ja. En het is op een relatief nieuw circuit in Moskou. Heb je daar al eens eerder gereden? Nee, het circuit is nog niet helemaal af, heb ik begrepen. We rijden volgende week voor het eerste keer. Dat is ook de eerste keer dat wij er op rijden. Dus er zal nog wel wat olie in de asfalt liggen. Maar dus, het is voor iedereen nieuw, dus niemand heeft een voordeel. Ja. Dus we moeten even kijken hoe het gaat daar. Nu ben je er vrij nuchter onder, want iedereen zou, of een hoop rijders zou een moord doen om een Formule 1 test te mogen doen. Wat is er voor jou belangrijk, de titel winnen World Series bij Renault of die Formule 1 test? Ja, toch wel de titel winnen. Formule 1 test is wel mooi, maar natuurlijk wil je dat doel bereiken. Wat je volgend jaar misschien in de Formule 1 wilt rijden. Maar om Formule 1 te kunnen rijden moet je kampioen worden en daar moet je heel realistisch in zijn. Dat is wel heel mooi wat ik nu gekregen heb, maar ja, ik ga toch één voor dat doel en dat is kampioen winnen worden. Oké, dan gaan we daarop hopen. Succes, Robin. Dank je wel.